Welkom bij de yoga in Deventer en omgeving. Mediteer jij ook altijd in de lotus? Natuurlijk niet. Heel veel mensen mediteren niet in de lotus, omdat ze gewoon niet zo kunnen zitten. En dat geeft ook helemaal niets, want in India hebben ze een ander bottengestel. Bij mij heeft het ook 15 jaar geduurd, regelmatig door yoga, dat ik dit kon. Maar oké, ik wil jullie toch iets vertellen over die lotuszit. Ten eerste, hij wordt gebruikt natuurlijk voor dat mediteren. Omdat, nu zoals ik zit, hoef ik totaal geen moeite te doen om rechtop te zitten. En ze zeggen bij dat mediteren dat die energie dan vrij door kan stromen. Maar het heeft ook nog veel meer andere voordelen. Ten eerste adem je veel ruimer. De organen zitten relaxter in de romp. Je schouders gaan vanzelf naar achteren. En je rug natuurlijk, wat ik al zei, sterker en rechter. Je kunt natuurlijk oefenen om zo te kunnen zitten. He, dat zijn al die oefeningen, zoals deze, dat je lekker losmaakt zo. En dat je je voet ernaast ligt en naar voren toe gaat. Zo heb ik het ook geleerd. Allerlei oefeningen om dat bekken en die benen los te krijgen. Maar er zijn veel meer zithoudingen dan die lotushouding. En dat rechtop zitten, als dat helemaal niet gaat, dan is er altijd nog een stoel. Maar ik zal een paar van die lotushoudingen, of van die houdingen die op de lotus lijken, voordoen. Wat ook wel mooi is, is dat je altijd eerst de linkervoet doet. Want de linkerbeen is van de vrouwelijke kant. En dat is toch een mooi symbool dat de vrouwelijke energie de mannelijke energie ondersteunt. Dus op deze manier op die halve lotus. Ik voel het nu al, ik zit niet helemaal recht als met die hele lotus. Maar je zit toch al een stuk meer rechterop met deze houding. Zo'n losmaakoefening is ook dat je je knieën vasthoudt en dat je zo even lekker losmaakt dat bekken. Je kunt ook heel veel mooie yoga oefeningen doen in die lotus of die halve lotus of die kleermakerszit. Nou, we de volgende hebben, die ik al zei, dat is de kleermakerszit. Dat je eerst je linkerbeen en je rechter ervoor legt en dat je zo ligt. Zijn die knieën erg omhoog, dan hebben wij daar weer mooie yoga oefeningen voor. Door ze zo lekker los te maken of ze zo vast te pakken en naar voren toe te gaan, dat je je neus op je tenen neerlegt en dat je zo lekker veert of dat je ze optilt en laat vallen. Zo kun je ook zelfs in die kleermakerszit, kun je dat bekken lekker losmaken. Dan is er nog de zit die in Japan veel wordt gebruikt. Dat is deze. Deze is ook wel een beetje een favoriet van mij. En het mooie is ook dat die hakken, die drukken precies op een paar acupressuurpunten. Je maakt je knieën ook los. En ik zou zeggen, voor elk probleem is een oplossing. En hier hebben ze zelfs meditatiebankjes voor. Dat is zo'n bankje, een plank, met twee van die kleine voetjes aan de zijkant, steuntjes. En dat plankje loopt een beetje zo, dus dat je bekken ook gekanteld is. Dat je rug rechter komt. En dan zit je dus op zo'n meditatiebankje als je niet zo kunt zitten met je knieën of met je heupen enzovoort. Of sommige mensen krijgen nog wel eens kramp in de voeten. Nou ja, en wat ik al zei, je kunt natuurlijk ook al heel mooi mediteren met een rechte rug op een stoel. En daar heb je ook nog verschillende keuzes in. Ik ben even uit beeld, dus ik zal ietsjes hoger doen. Ja. Dat je op deze manier zit. En dan je voeten op de grond. Zo. En dan dat je gesteund wordt door de rugleuning.
En je zou zelfs nog halverwege kunnen komen. En dat je door middel van je rugspieren, dat je die gebruikt om ze sterker te maken, dat je halverwege gaat zitten. En dan pakken we er nog een klein stukje bij en dat zijn de mudra's. In India zie je altijd mensen in tempels of op speciale plekken met de handpalmen omhoog. Dat je de energie ontvangt. Je kunt een mudra toepassen, de mudra van trouw zijn aan jezelf. Dit is een hele bekende, met je duim, met je wijsvinger tegen je duim aan. En dat je zo zit. Maar je kunt ook weer, dat is dat mooie symbool weer, dat je de linkerhand eerst hebt en de rechterhand erop en de duimen zo tegen elkaar van. Dan ben je ook mooi bewust van de buikademhaling, dat je op deze manier mediteert. Nou, in deze video hebben we in een korte tijd al heel veel over dat mediteren gezegd, de houding, waar je zo op kunt letten. En wil jij meer weten over yoga, over mediteren, over mudra's? Volg dan eens een gratis yoga proefles. En mail mij info@yogaberrydeventer.nl of kijk eens op mijn website. Er zijn zoveel mogelijkheden van wateryoga, waarbij we ook een kleine meditatie doen om het laatst, tot yoga privélessen. En ook de plekken waar ik lesgeef, in Epse, in Deventer, in Twello, in Terwolde. Kortom, genoeg mogelijkheden om je bewust te zijn van yoga en meditatie. En er is zo